Dit is Songfestival Update. 12 points goes to. Een nieuwe week, een nieuwe 12 points. Ja, welke landen vandaag? Normaal vraag je dat aan mij, maar nu is het... Ik sta voor het blok. Montenegro, Italië en Estland. Ja, nou ja, laten we gewoon meteen beginnen met Montenegro. Montenegro, dat is mijn gedroomde titelkandidaat. Ik zeg maar wat, heb de hele video nog niet gezien. Gaan we nu eens even naar kijken. Falling, I'll catch you while you're falling. I'll hear your heart calling into my heart. Nou, dit was Wie is de Mol met Heaven. Ik fiets hem er wel even in. Nee, het was Die Mol met Heaven. Zo heet het nummer. Wat vond je ervan? Ja, het was niet Heaven, hè? Nee. Nee, ja, het was... Nou ja, wat vind jij onder Heaven? Ja, nee. Dat weet ik ook niet zo goed. Beetje dode muziek? Nee, dat vind ik niet. Het is, maar het is niet inderdaad de muziek die je hoopt te horen als je bij de hemelpoort aankomt. Maar nee, het is... Zo negatief? Nee. Ik ben niet zo negatief. Maar het is ook het is een heel westers lied voor een land als Montenegro, vind ik. Toch? Maar meestal heb je dat... Ja, maar Montenegro heeft toch altijd dat gekke achtergrondje. Ja, en zo'n vent met zo'n staart hadden we een keer. En wat hadden we vorig jaar naar gekkenhuis. Ja, maar het is te doen een keertje normaal. Het wordt, een beetje westers, ja. 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 Hoeveel puntjes krijgt hij van jou? Daar hebben we nog niks meer over te zeggen. Het is westers en dat is het. Ja, gewoon leuk. Makkelijk rijmpies. Dat zei jij ook al, Heffen, Beffen. Seven, Devin. Nee, precies. Falling, hauling, balling en snalling. Ja, nee. Het was inderdaad... Het was een makkelijk liedje, maar het ziet er... Het is afwachten, maar het klinkt op zich wel goed. Alleen, het hangt natuurlijk ook wel vanaf hoe gaat het straks op het podium uitzien. Ja, natuurlijk. Maar voor mij... ik vind het lastig, hoor. En jij? Vijf punten. Vijf? Ja, ik vind het wel een beetje, ook omdat ik niet meer precies weet wat ik hiervoor allemaal heb gegeven. Denk ik, ja, van mij, ik twijfel tussen 6 en 7. Wat zou jij doen? Ja, dat weet ik wel, als ik dus niet moest kiezen. Nou, 6. Nee. Oh, 7. Wat lastig. Ik geef, 7 punten. Makkelijk lied. Westers, daar houden we van. Wij zijn zelf westers. 7 punten. Nou, 5 en 7. Nou, door naar de volgende. Ja, ik heb genoten. Jij bent echt heel enthousiast. Nou, jij ook. Het is wel leuk. Ik vind wel, kijk, dat de refrein, of de refrein had er nog wel even harder in mogen knallen. Want ik vind dat het is een goede beat en het klinkt ook wel gewoon weer lekker. Nou, er waren een paar stukjes tussen. Ik denk inderdaad dat het een refrein is. Dat het wel een beetje, dacht ik, is een beetje te irritant een beetje. Maar het is het heeft heel veel potentie eigenlijk. Ja. Alleen je verwacht dat het op een gegeven moment gaat knallen en dat het refrein... Gaat ook wel sneller dan de coupletten, hè? Want je bedoelt, de coupletten die zijn wat saai, hè? Toch? Nee. Op een gegeven moment komt er een stukje en dat vind ik saai. Ja, ik kan nu even niet meer achterhalen welk stukje, maar... Ja, maar dat vind ik wel, dat er fijn nog wat zitten iets... wel een beetje saaie stukjes in. En andere stukjes die steken echt bovenuit waarvan ik denk, ja, dus dat maakt het nummer. Dus nee, ik vind het een heel goed nummer. Maar het had wel iets meer nog mogen knallen. Het had wel, als je bijvoorbeeld het laatste refrein echt nog flink had geknald, dan had ik wel gedacht van zo, nou dit onthoud ik. Ja. Maar het is nu wel goed, maar het is niet dat ik denk, ik ga het vanavond nog een keer opzetten. Nee, nou ja, nee, weet ik niet. Nee, ja, het is geen 12 punten. Nee, maar ik vond het wel goed. Ja. Ga jij weer als eerst? Ja, even denken. Tik-tak, 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 tik-tak. 8 punten. Nou, zo hé. Dames en heren, de eerste boven de 4 van Daniel. Nee, ja, ik vind het echt gewoon goed. En je hoort de verhalen, hè? Want kijk, we hebben dan nog niet echt de hele volledige rest van de nummers gehoord. Hè? Maar we horen het eigenlijk hier een beetje voor het eerst volledig. Alleen, de verhalen gaan wel dat wat een beetje matig is dit jaar. Dus ik denk dat dit wel potentie heeft. Ja, nee, we zitten op één lijn. Ik geef ook 8 puntjes. Ook 8 puntjes. 8 puntjes voor Italië. Vorige week zijn we ook nog steeds zo gelijk. Toen zeiden we van, nou, we kunnen wel hier in ons eentje gaan zitten. Ja, maar leuk. Samen is het toch leuk, hè? Door naar Estland. Like
Nou, ik vind het wel de aflevering van de potentie, eigenlijk. Vind je dit potentie? Nee, het had weer potentie ingezeten. Ik vind hem niet slecht zingen. De melodie is op zich wel goed. Maar het gaat weer over een storm en het is... Nou ja, wat mij opvalt is dat Estland is niet echt Oostblok, maar wel een beetje die kant op, ongeveer in de richting. Ook weer een Westers nummer, dus ze zijn eigenlijk van het oudbollige herrie af. Dus nu eindelijk niveau. Net als Montenegro. Eindelijk niveau zou je zeggen, maar het voelt een beetje saai. Ja, het was niet, maar ik snap wel dat ik bedoel van, het had wel met deze melodie en met deze zanger gekund. Maar het gaat bij mij ook wel om de tekst dat ik denk van, het is niet heel spectaculair. Weet niet, als Jan naar de titel kijkt, Storm, daar hebben we vorig jaar ook al eentje gezien. Ja, Engeland, zei hij, Verenigd Koninkrijk. Ja, het heet ook Storm, maar de titel is gewoon al saai en het nummer ook. Dus, je zei net, hè, toen we aan het kijken waren, zeg je, de R staat er verkeerd. Want het moet stom zijn, niet storm. Ja, het lied is stom en niet storm, inderdaad. Ik vind stom niet. Nou, je punten. Deze keer begin jij. Nou, ik ga niet heel laag geven, want zo zit ik niet in elkaar. Nee? Nou, vertel. Ik geef het 4 puntjes. 4 puntjes. Nou, ik moet weer heel lang denken. Ik moet hier eerder over nadenken. Voor mij... Maar ik zeg altijd eerder dan wat ik denk, hè? Voor mij 5 puntjes. Zo. Hij staat niet op de laatste plaats, maar ook niet op de eerste plaats. We gaan door. Nee, dit was hem. Tja, we zijn er weer doorheen gevlogen. Ja, als je het gezellig hebt, dan gaat de tijd razendsnel. Razendsnel. Maar vrijdag zijn we er gelukkig weer. Dus, zijn we er vrijdag weer? Vrijdag zijn we er weer. Zit ik even in mijn agenda. Ja, we hebben dan Slovenië, Kroatië en Letland. Dus zeker bekijken. Abonneren. Dat abonneren en dan zie je het allemaal weer. Dit was weer, je bent helemaal verslagen, want je dacht dat er nog eentje kwam. Ja, ik dacht, er komt nog een superland. Nou, dan... Nou, duimpjes omhoog en tot de volgende keer, hè. Doei!